zo lekker outfitje. Maar was het goed of niet? No. Ja, echt? No. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de ensemble-serie Occasional Outfits. In deze serie gaan Isabel en ik elke week op zoek naar 3 verschillende outfits voor speciale gelegenheden. En deze week gaan wij het hebben over de perfecte outfit voor Girls Night Out. Want het is vrijdag en je wil weer in de lamp hangen en zuipen. Maar, wat doe je aan? De eerste look is een mooie zwarte top die we gaan combineren met een iets lossere spijkerbroek. En daaronder wel een hak. Ik denk dat dit helemaal chill is. Ik ga het proberen. Dat denk ik ook. Doei! Hoi, daar ben ik. Hoi. Dit is de eerste look. Wat sowieso super chill is dat deze broek lekker wijd zit. Wat betekent dat je gewoon 5 baken kan drinken en nog steeds kan ademen. Maar door deze top maak je hem toch wat vrouwelijker, omdat hij VL's heeft en wat hogere schouders. En je stelt hem af door mooie hakken eronder te doen en eventueel wat mooie sieraden erbij. Dan ben je helemaal ready for the evening. Ja, dan kan je lekker in de lamp gaan hangen met je vrienden en ben je nog steeds helemaal comfortabel. Huts! Zullen we doorgaan naar de tweede look, Isabel? Ja, we gaan door naar de tweede look. En dat is een mooie beige blazer. Ja. Die kun je combineren met een zwarte crop top. Die je dan ook eventueel de blazer, dat je die uit kan doen als je het super warm hebt van dansen. En daar doen we gewoon leuke sneakers onder. Dat die wat stoerder wordt. Dat, ja, want je hoeft niet altijd hakken aan met uitgaan als je de hele avond dol wil staan natuurlijk. En je kan deze jeans gewoon dan natuurlijk aanhouden. Ik wou net zeggen, want we hebben geen geld om elke week een nieuwe outfit voor de club te kopen. Dus doe je gewoon lekker je jeans opnieuw aan. Ja. Zo, lekker outfitje. Weet je wel. Dit zit heel lekker. Wat heel belangrijk is, is laagjes in de club, want je krijgt het gewoon heel warm. Wauw. Ja, de temperaturen die stijgen vaak op tropisch standje. En dat betekent dat je heel bezet op die foto staat waarvan je dacht dat het zo'n leuke foto was, maar het toch niet. En dan gaat je Instagram feed weer naar beneden en je straat gaat het ook. Dus, dat wil je niet. Isabel, wat gaan we nu aan doen? Nu gaan we voor de AK Hailey Bieber look. Yes. Leuk tasje voor al je spullen natuurlijk, ook handig tijdens het uitgaan. Met een leuk t-shirt. I like this a lot. Met een leuke, het lijkt een beetje op een joggingbroek, maar dat is het niet. Het is weer super comfortabel, maar wel mooi. Wat ook weer heel chill zit inderdaad. Mm-hmm. Die je weer kan combineren met een gouden riem om nog even een special effect te geven. En wat voor schoenen doen we hierbij aan? Nou, een sokhak. En die zitten dus ook heel chill, want die hebben een grote blokhak. Hey, ik denk dat ik dit wel zelf aan zou trekken, omdat het gewoon weer lekker zwart is. Maar comfortabel en ook vrouwelijk. En dat is natuurlijk wel zo relaxed wat je wil. Je wil natuurlijk wel mannen versieren in de club. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Hello. Maar je wil er ook gewoon lekker in kunnen dansen. Dus ik ga het aantrekken. Doei! Dit is outfit nummer 3. Zoals je ziet hebben we even het tasje achterwege gelaten, want het stond toch niet zo leuk. Dus zorg dat je bij deze outfit gewoon een vriend of vriendin hebt waar je gewoon al je spullen kan dumpen. Ik zou hier wel mee de stad in gaan. Ik ook. Okay. Let's go. Yeah, let's go. Ja, we gaan. Wij gaan de stad in. Kijk volgende aflevering weer, want dan zijn Isabel en ik er weer om 3 nieuwe outfits voor een andere gelegenheid uit te kiezen. En de merkjes staan in de beschrijving. Ja, dus dan kan jij ook lekker gaan shoppen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei! Doei. Zo, dat was perfect. Was het goed? Jij was dat vergeten, toch? Dat was echt... Ja. Dus we hebben 3 verschillende outfits looks. Oncomfort. Wat ga jij nu zeggen? Ja, wat ga ik nu zeggen? Ik denk dat dit... Oké, wacht. Ah, ik ben zo awkward. Ben ik zo lang aan het woord? Ja, misschien wel. Tessa, kom maar! En dan zeg ik Tessa, kom maar. Oké, kom maar aan, Nee.
Ja, als jij zo aanloopt, pingelt die riem zo.